En ja, ook in Nuenen was het maandagmiddag rond 4 uur stil op straat. Behalve in café René aan de Parkstraat, waar alle stamgasten zich hadden verzameld voor bier, ballen en Bavaria-jeukjes. Hier mag het wel. En in Huizenbos aan de Schepen Smitslaan in Nuenen was het ook volle bak. Niet met vrienden of familie, maar met straatgenoten. Het lijkt wel de meest gezellige en knusse straat van Nederland. Bewoners maken niet alleen ieder EK en WK de straat compleet oranje, maar men kijkt ook altijd samen voetbal. Iedere wedstrijd in een ander huis. Als dat niet gezellig is... Is het nou echt zo leuk hier? Ja, het is op zich gewoon een gezellige straat. Iedereen is vriendelijk en iedereen kent elkaar. We hopen dat we nog lang met elkaar voetbal mogen kijken. Want als het nu klaar is, dan weet ik het ook niet. Dan moeten we af gaan breken, denk ik. Maar ik denk dat we het wel laten hangen dan toch een tijdje. Alleen daarna, als we het wel mogen laten hangen, dan schuiven we langzaam maar zeker elke keer een huis op. Want iedereen komt aan de beurt als we spelen. Ja, wat gaat het worden? 3-1. Ja, of 3-0. Zijn er nog mensen die niet van voetbal houden in de straat? Zeker wel, maar dat maakt niet uit. Dan komen we toch bij hun. En dat blijft goed gaan. Dat blijft goed gaan. De wedstrijd begint wat tam, maar dat verandert al snel in de 18e minuut als de 1-0 wordt gescoord. In café René gaat de gezelligheid gewoon door, met lekker veel kritiek op de scheidsrechters, zoals het hoort. Deze met een Het wordt pas echt feest als Sneijder met een tweede doelpunt Nederland naar de kwartfinale brengt. En zo zijn we weer een stapje dichter bij het wereldkampioenschap.